voetgolfkaarten voorlezen. Het is Interlandweek en daarom is er tijd voor andere dingen dan voetbal. Dit is Excelsior Weekly. We zijn hier bij golfcentrum Seffi met de Excelsior Business Club, technische staf en spelers voor het jaarlijkse voetgolftoernooi. En je zou denken dat de spelers vandaag met gemak gaan winnen. Tuurlijk! Kijk eens! Ja hoor! Nee, dit was niet de verjaardag van Ferry de Haan. Hij was van de week aan het voorlezen op basisschool De Bavokring in het kader van de Nationale Kinderboekenweek. Uit de vijver. Slak maakt het voorzichtig open. Aan wie denk jij uit de selectie als je de woorden snelle jongens hoort? Ja, heel erg snel ging het niet, maar tijdens een potje karten kwamen Jerdy Schouten, Jurgen Matthij en Siebe Horemans als winnaars over de streep. Adrie Poldervaart was na afloop duidelijk. En we kunnen alles dood analyseren. En ook de algemeen directeur had een duidelijke mening. Het stadion was al een filmlocatie, maar wordt tegenwoordig ook als tv-studio gebruikt. Oké, 3, 2, 1, beginnen. FC Rijnmond was van de week te gast en vandaag om 16:45 is het resultaat te zien. Tot volgende weekend.